Goedemiddag, ik ben Katja van Rissen. De politie in Groningen heeft een compositietekening gemaakt van de man die op 10 februari een overval heeft gepleegd op een prostituee in de stad. Hij bedreigde de vrouw met een vuurwapen en ging er met haar geld vandoor. De politie wil graag in contact komen met getuigen of met mensen die de man op de tekening herkennen. Het gaat om een donker getinte man van een jaar of 30. Hij is klein van stuk, niet langer dan 1,70 en droeg tijdens de overval een zwarte driekwart jas met op de rug het woord replay. En een zwarte baseballcap met het Nike-logo. Recreatieondernemers in Noord-Nederland zouden de werelderfgoedstatus van de Waddenzee veel meer moeten uitbuiten. Dat was gisteren de boodschap tijdens de ondernemerslunch voor de Kamer van Koophandel in het Friese Oosternijkerk. Door meer samen te werken zouden de ondernemers...